Ik ga mijn blonde haren verlaten. Maar het zijn nude hakken. Kijk hoe fucking mooi dit is. We zitten weer bij de MAC. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ga me klaarmaken voor werk. Ik heb best wel veel wimperklanten vandaag. Dus op zich heb ik daar wel zin in. En vanavond gaat mijn haar geverfd worden. Want deze meid gaat bruin. Ja, ik ga mijn blonde haren verlaten. Ik word gewoon gek van die uitgroei. En ik heb echt al 5 jaar lang niet meer donker haar gehad. En ik weet ook niet meer wat mijn eigen haarkleur is. Dus ik ga het dus in mijn eigen haarkleur verven. Zodat ik mijn haar gewoon lekker kan groeien. Niet meer hoef te blonderen. Bij kan ik het altijd weer blonderen. Maar ik wil het gewoon een keer lang hebben. En het is al best wel lang geworden voor mijn doen. Dit is echt al lang voor mij. Maar ik denk dat als ik het niet meer blondeer, dat het dan gewoon een stuk langer kan groeien. Omdat het natuurlijk minder afbreekt. Want blonderen is gewoon slecht voor je haar. Ik ben heel benieuwd hoe het me gaat staan. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ben ook ergens heel erg bang. Maar ik ben wel heel benieuwd. Dus ja. Dit zijn de laatste beelden allemaal met mij met blond haar. Ik heb er echt lang over gedaan om zo blond te worden als dat ik ben. Dus ik ga even mijn skincare doen. Ik denk dat ik geen make-up op ga doen. Want ik denk dat ik nog een zonnebankje ga pakken. Want als ik donker ga, moet ik wel een mooi kleurtje op mijn gezicht hebben. Want anders lijk ik echt een spook. Dus dat. Ja. Ik ga maar even ready maken. Mijn outfit van vandaag is deze shirt van Shein. Deze broek heb ik gisteren bij de Bershka gekocht. En mijn witte Guess-laarsjes. Maar je ziet het echt totaal niet in het licht. Wat jammer dit. Heel jammer. Maar ja, ik ga richting werk. Ik ben klaar met werken. Ik ben nu naar de auto aan het lopen. Ik heb nog in de regen helemaal naar het centrum gelopen. Om een trainingspak te halen. Maar ze hadden alleen maar maat XL. Dus daar had ik niks aan. Helaas. Ik ga mijn favoriete gerecht maken. Dat is... pasta met feta, tomaten en dan gaat er ook nog pesto doorheen en spekjes. Dus ik ga dit in de oven doen met de tomaatjes. Dat laat ik ongeveer 20 minuutjes in de oven en dan laat ik dadelijk even zien hoe ik de rest maak. Ik ga ook even een paar spekjes pakken en die doe ik dadelijk er doorheen mengen. Het ziet er nu dus zo uit en nu ga ik het dus allemaal brakken. En wordt het zeg maar echt een sausje. Oh, dit ziet er zo goed uit. Je ziet het er dus zo uit. Dus nu ga ik er wat pesto bij doen. De spekjes. Ik heb mijn moeite met scherp stellen. Ja, het is ook donker, schat. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Kijk hoe romantisch. Ik heb kaarsje aangedaan. Wat lief, man. Wat ja, lief. Cute, hè? Ja. Heel schattig. Spannend. Nou, voor jou is het niet spannend. Voor mij is het wel spannend. Ja, jou is spannend. Ja. Ja, ik vind het echt mooi. Oké. Is het ook schatje? Ja. Heel chic, hoor. Nu zie je het natuurlijk niet zo goed. Maar we zijn in Essen om te tanken, want hier is het wel zo'n 30 cent goedkoper per liter, dus dat is best veel. Ik zeg dat ik het nog best wel duur vind voor België, maar ja, hier is het natuurlijk ook allemaal gestegen. Maar we gaan zo meteen lekker naar huis toe. Goedemorgen, jullie kunnen nu mijn haar zien. Ik zie alleen hier dat die... mijn lichte plukken dus gewoon niet goed heeft gepakt. Maar er moet als goed is over 2 weken nog een laagje overheen. En dan is het echt klaar. Maar ik wou mijn haar dus donkerder verven omdat ik de uitgroeibeu was. Ik denk dat dit mijn eigen haarkleur is. Want ze heeft mijn uitgroei niet meegepakt. Je ziet het heel klein beetje. Mijn uitgroei is 1 tintje donkerder. Dus de volgende keer gaan we hem ook 1 tintje donkerder doen. Ja, ik ben er wel heel blij mee eigenlijk. Ik had niet verwacht
dat ik zelf zou vinden dat het me zou staan. Maar ja, er is ook een stuk af, as you can see. Maar het ziet er wel weer super gezond uit. En nu is mijn doel om het dus gewoon echt lekker goed te laten groeien. En maar gewoon lekker zijn ding te laten doen. En ik heb nog van die plukjes laten knippen. Vind ik ook heel leuk. Anyways, ik moet eigenlijk opschieten. Ja, ik moet opschieten. Want ik moet werken. De outfit voor vandaag is niet mega spannend. Deze blazer van de Zara. Deze broek is ook van de Zara. Deze top is van Shein. En mijn Jordans. Maar I'm not feeling it. Maar ik had gewoon geen tijd. Ik was iets te laat uit bed gegaan. Volgens mij 3 pakketjes. Daar zitten als het goed is 2 truien bij. Dus dan heb ik dadelijk om een lekkere trui aan te doen. Okay, ik heb 2 pakketjes binnengekregen. Ik ga deze als eerst uitpakken. Het merk Lumière of zo. Weet ik hoe je het uitspreekt. Maar deze pakken zijn echt overhyped. Maar ik heb een trainingspak op sessie at the moment. Dus ik wou hem. Ik heb hem in een maat M besteld. Ik weet niet of die past. Maar hij ziet er best groot uit. Dus ik denk dat hij wel past. Ik ga hem zo meteen ook echt gewoon passen. En dit is de broek. Ik denk dat hij ook gewoon past. Het voelt wel echt lekker aan. Hier ben ik happy mee. Want aangezien er toch weer een soort van halve lockdown komt, ga ik maar gewoon in jongenspakken leven. Ik had bij Mila Moon besteld. Dat is van Manon Tilstra. En ze hebben daar echt wel mooie dingen. Ik heb daar nog nooit eerder besteld, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb een paar hakken, omdat ik dacht dat we weer uit konden gaan. Maar dat was het niet. Maar het zijn nude hakken. Maar ze zijn altijd fijn om te hebben. Dus ik ben benieuwd of deze een beetje lekker lopen, want ze heeft wel een brede hak. Dus dat vind ik heel fijn. En deze waren in een zilver 17,50. Dus ik dacht, why not? En ik heb Chelsea boots. Deze, ze zijn wel echt heel tof. Ik ben ook heel benieuwd of deze passen. Dus ik had nog zwarte laarsjes nodig, hoge laarsjes. En ik vond deze gewoon echt super tof. En als laatste, dit satijnen jurkje. Ik denk dat deze echt perfect is voor de kerst. En dan met die nude hakken eronder. I love it. Dus die ga ik ook even passen. Oh, I'm so excited voor deze dingen. Nou, dit is het jurkje. En ik vind hem echt heel cute. Met de hakken. Ze zijn een beetje te groot. Maar kan die bandjes, moet ik een gaatje bij prikken. Maar echt, I love this fit. Echt prachtig. En de schoenen. Ik vind ze op zich wel leuk. Alleen ik denk dat een maatje kleiner ook al had gepast. Want ze zijn echt groot. En vanaf boven vind ik ze ook echt groot. Maar ik denk dat ik er nog een beetje aan moet wennen. Want voor de rest vind ik ze wel heel stoer. Het zijn echt grove boots, ouwe. En dit is het trainingspak. I love it. Hij zit ook echt lekker. En hij is ook bij mijn broekspijpen niet te kort. Dus dat vind ik fijn. En de trui valt ook lekker groot. Dus dit ga ik voor nu gewoon lekker aanhouden. Ik ben echt verliefd op mijn pak. Het zit zo fucking lekker. Oh my god. En ik voel me ook gewoon totaal niet schuldig dat ik dit aan heb op werk, want het ziet er gewoon al best leuk uit. En ik heb mijn haar gewoon netjes zitten en mijn make-up gedaan, dus dan ziet het er ook al gelijk niet zo slonzig uit. Maar echt, het pak zit zo lekker. Ik wil er meer. Ze hebben ook lichtblauw, die vond ik ook heel vet. Maar ik moet echt even dimmen, want ik heb zo'n zieke shopverslaving. Het is echt gewoon niet te doen meer. Even weer even tranquilo doen, misschien even wat kleding verkopen, dan kan ik weer nieuwe kleding kopen. Ik ben echt zo teringboos. Ik heb een boete gehad. Een parkeerboete. Voor zogenaamd dat ik geparkeerd sta op een plek voor vergunninghouders. Maar er staat geen bord in die straat dat het voor vergunninghouders is. Echt, ik ben zo boos. Pak ik 109 euro. Terwijl ik specifiek op gelet heb dat ik niet in zo'n straat kwam te staan. En ik parkeer daar echt al een jaar. Letterlijk een jaar. Ik overdrijf niet. En nu in één keer krijg ik een boete ervoor. Ik krijg niet eens een boete voor te hard rijden, gevaarlijk rijden. Nee, om te parkeren. Dus gewoon mijn derde parkeer op boete in fucking een half jaar. Hoe moet je doen? Kijk, het is toch vet hier. Wil je een giel? Oh, een mooi gielkeurtje. Wil je een hemd? Wil je een mooie hemd?
Nou, ik ben blij dat je... Toch een beetje paars. Ja, een beetje paars. Ik ben in ieder geval blij dat je blij bent met je mee lampen. Ja, hier. Hier. Wij gaan lekker Mackie halen. Lekker, dadelijk hè, komen we daar, hebben ze die shrimps helemaal niet. Ja, toch echt tante. Nee, nou en een hamburger is ook lekker. Lekker de Mickey. Hoi, vier keer die crispy shrimps alsjeblieft. Vier keer? Vier keer, ja. Dat was het? Ja, dat was het zo. Kut, joh. Ja, ik zei het verkeerd. Ja, nou ja, graag. Sals. Het zijn echt mini bakjes. Ja, het is scherp. Ja, je stelt laatst het echt niet goed. Ja, dat komt omdat het donker is. Ja, hier. Maar niet alleen daar. Het is gewoon echt... Kijk, zie je? Op. Oh, jongen. Ik zeg, de laatste tijd stelt het niet goed scherp. Ook wanneer het heb gewoon... Heb jij ermee gegooid? Nee. Heb je hem laten vallen? Nee. Ja. Nee. Dat ding heb ik namelijk niet zo vaak in mijn hand op mijn telefoon. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ga zo meteen met Sammy naar Breda. Again. Ik heb een nieuwe foundation nodig, want de mijne is op. Mijn outfit is deze top van Naked met die vleermuismoutjes. Deze broek is van de Bershka en deze schoenen die heb ik gisteren besteld bij Mila Moon. Ik weet alleen nog niet of het koud is voor deze outfit, maar dat zien we vanzelf. Kijk hoe fucking mooi dit is. Blingy. Ik wil dit. Hebben. Ik kom weer aan met mijn healthy broodje avocado. No shit. Komt Sammy aan met haar fucking grote broodjes daarop. Wel lekker serveurtje hoor jij. Ja. Volgende keer gaan we wel weer met de auto, want het is wel piesje koud. Piesie. Beetje. Ik had een shirtje gekocht, alleen die heb ik niet hier liggen. Die heb ik volgens mij hiernaast liggen. En ik had een nieuwe foundation gehaald. De Forever Foundation. Ik dacht Forever Skin, maar het is gewoon Forever Foundation van Dior. In de kleur 2CR. Ik ben heel benieuwd hierna of deze fijn is. Dus die ga ik morgen gebruiken. Als je geschreeuw hoort, Mike is voetbal aan het kijken. Die is... echt niet rustig als het gaat om voetbal. Ik ga lekker een video editen. Dan ga ik in bed chillen en slapen. En morgen weer werken. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik heb even een koffietje gemaakt. En Mike is nu even voetballen. We gaan dadelijk naar Bobby's Bar. Of nee, niet naar Bobby's Bar. Naar Mr. Moe's. Alleen Mike weet het nog niet. Maar ik had zoveel zin om daar te lunchen. Ik heb daar... volgens mij dinsdag ook al geluncht. Maar het is zo lekker daar al. Ik heb zin om gewoon lekker te lunchen samen. Ik ga eerst even mijn koffie drinken. Dan ga ik even snel stofzuigen hier. Me aankleden en mijn make-up doen. En dan zal ondertussen Mike wel weer thuis zijn. Dus top. Oké, ik ben klaar met mijn make-up. En ik heb deze outfit aan. Top van Naked. Broek van LA Sisters. Mijn Jordans. En deze jas van de Primark. Maar ik moet nu even snel haasten, dus let's go. Ik vind het interieur echt geweldig. Dat is ook goed. Zullen we ook gewoon een beetje deze stijl gaan aanhouden met veel zwart? Dat kan. I like. Smakelijk, hè? Dank u. Lekker shoppen bij de Zara. Ja. Ik ben helemaal buiten adem van de trap lopen, maar... ik ben weer thuis van Breda. Ik heb echt heerlijk gegeten. Ik heb een nieuwe jas. Even laten zien. Ja, oké, in deze spiegel zie je het niet. Een leren jas met echt zo'n huge capuchon. Dus I like. Maar goed, ik ben terug uit Breda. Ik heb dan die jas gekocht van de Zara. En van de Bershka heb ik nog twee shirtjes. Deze. En die lijkt dus heel erg op het shirt wat ik nu aan heb. Want die heeft dus ook van die flare mouwtjes. En het is ook ripstof. Maar dan in beige. En ook zeg maar half krop, net als de mijne. Alleen de mijne is van Naked. En die was 30 euro. En deze is maar 16 euro.
En deze stof is ook veel zachter. Dus ik ben blij. Helemaal leuk. En ik heb ook nog een cool crop top gehaald. Die was ook 16 euro. Ook met ripstof. Maar het is dus met ripstof. Deze was ook maar 16 euro. Dus twee hele simpele, leuke basics. Make-up er even afhalen. Ik heb trouwens een nieuw foundation van Dior. De Farfa Skin. En ik ben er echt heel blij mee. Hij blijft echt goed zitten. En hij is niet mat, maar ook niet te shiny. Ik ben echt heel tevreden over deze foundation. Dus zeker een aanrader. Maar ik ga nu deze planuurlaag er even afhalen. En dan gaan wij lekker Netflixen. We hebben nu nog echt geen honger, omdat we echt ons volgepropt hebben bij Mr. Moos. Goedemorgen, of nou ja, volgens mij is het alweer middag. Vandaag vrijdag, alleen echt super kut. Ik had vanochtend zoveel last van mijn rug. Als ik ademde, dan had ik echt een bepaalde steek in mijn rug. En ik kon vanochtend echt niks. Ik heb echt gewoon zitten huilen van de pijn. Nu is het eindelijk wel gelukkig echt een stuk minder. Ik voel het nog wel een beetje, maar niet meer dat het echt pijn doet. Gewoon meer vervelend. Maar ja, ik had dus allemaal afspraken die ik vanmiddag had staan afgezegd. Omdat ik dus pijn had. Want mijn haar moest nog een laag overheen. Want je ziet zeg maar dat dit veel donkerder is dan dit. Het is met douchen natuurlijk weer wat lichter geworden. Maar ja, die afspraak heb ik verzet naar donderdag. En ik zou gaan sporten, maar dat kan ik sowieso nu niet doen. Omdat mijn rug dus pijn doet. Dus ja, dat zit er gewoon niet in. Beetje jammer, want het huishouden had ik gisteren ook al gedaan. Dus daar hoef ik ook niet meer echt iets aan te doen. Maar ik heb gewoon geen zin om te Netflixen. Echt stom. Heel veel mensen hebben echt zoveel zin altijd om te Netflixen. Maar ik heb gewoon zoiets van, nee, ik wil gewoon iets doen. In plaats van bank hangen. Maar ja, ik heb gewoon niks te doen. Dit is mijn enige vrije dag. De rest van de week moet ik echt heel veel werken. Ik ga nu maar gewoon een beetje mijn skincare doen. Ik gebruik als eerste deze toner van Lacoste. En deze vind ik echt heel fijn. Hij is ook al ver op. Maar het is echt een hele fijne. Want het maakt je huid niet zo droog. Het hydrateert juist. Nu ga ik de vitamine C serum gebruiken van Clay & Clo. Die laat ik dan eventjes in mijn gezicht intrekken. En ik heb twee van die gummy bears ingenomen. Ik heb Olaplex besteld. Die komt morgen binnen als het goed is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want iedereen is er helemaal panisch over. En ik wil mijn haar dus gewoon echt lekker laten groeien. En dat het gewoon gezond is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Want mijn haar is dus nu ook geknipt. Het is echt wel een stuk korter. Maar ik wil dus dat de dofheid weg is. En dat het gewoon lekker een mooie glans heeft en zo. En ik gebruik deze dagcreme van Estée Lauder. Met SPF erin, SPF 15. Want van UV-straling krijg je rimpels. Zo, skincare is gedaan. Ik, ja. Ik weet nog niet wat ik ga doen. I don't know. Ik ben helemaal verslaafd aan die pakken van LA Sisters. Alleen ik heb met mijn domme kop mijn lila pak in de droger gedaan. Waardoor die broek echt gewoon zo'n stuk te kort is geworden. Echt bizar. Echt super zonde. Maar ik weet gewoon, als die broek te kort is, ga ik hem gewoon niet aandoen. Want ik irriteer me er juist aan dat heel veel Johnny's broeken te kort voor mij zijn. En dan nu mijn lievelingspak is te kort geworden. Maar ja, dit is een wijze les. Ik ga dus geen LA Sisters pakken meer in de droger doen. Ik heb het waarschijnlijk gewoon met een haastige bui heb ik het gewoon erin gepropt. Dus met Black Friday hoop ik dat ze gewoon een sale hebben. En dan kan ik die broek even opnieuw kopen. Het is echt balen, want hij zat zo lekker. Het is zeg maar dezelfde als deze, maar dan in het lila. Maar deze valt echt precies gewoon goed. Hij zit gewoon echt lekker. En toen ik die lila aantrok, toen dacht ik nee, nee. Ik was dus op werk wezen zonnen, want ik verveelde me. En ik kreeg een mailtje dat mijn bestelling bij de Easy Parini was goed gegaan. En dat hetgeen wat ik had besteld niet op voorraad was. Dus ik ben hier even snel naar de Easy gegaan en hier hadden ze hem wel op voorraad. Dus ik heb hem. Nice. Ik heb nu zo'n lipbalsem van Dior gehaald. Met zo'n tint erin. Vind ik toch net wat mooier. En ik heb laatst gewoon echt last van droge lippen. Dus dat is nice. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb dus van Dior de Addict Lip Glow in de kleur Rosewood. Dit is de kleur. Ja, het is dus gewoon een hele subtiele
lipbalm met een kleurtje. Deze was dus online uitverkocht. Ik vind het echt een grappige verpakking. Hele mooie kleur. En ik denk dat ik hiermee gewoon wat makkelijker mijn lippen verzorg. Want ik had eerst dus altijd deze. Maar die vind ik soms een beetje te waterig of zo. Ik ga eventjes koken. Mijn mic is onderweg naar huis toe. En ik heb geen idee wat we nog gaan doen vandaag. Ik heb echt fucking veel zin in Mac. Maar vorige week hebben we al 4 keer Mac op. Dus ik kan het niet maken om tegen Mike te zeggen, kom we gaan Mac. Zoveel zin in die truffelburger en in die chili shrimps. Maar dat komt door Mardineke er net over begint dat de McDrive net teleur dicht is. Maar ik heb er zoveel zin in. We zitten weer bij de Mac. Ja man. Yeah. Ja man. Gewoon deze video bestaat alleen maar uit McDonald's. Ja man. Chili shrimps en de truffel maestro burger. Hoe? Healthy living. Wat hoe? Wat would? Ja, dit is lekker. Lekker, ja. Smakelijk eten, schat. Ja, joh. Dankeschön. We zijn al een paar dagen verder, dus ik ga bij deze de video afsluiten. En tot de volgende video.